Het is vandaag vrijdag. Het is echt al 3 uur geweest. Maar ik ga me nu klaarmaken. Want ik ga straks naar IJf toe. En dan gaan we in Amsterdam. Want zij woont in Amsterdam. Dus dan gaan we daar even eten en uit waarschijnlijk. Dus dat is wel heel leuk. Dus ik ga me nu klaarmaken. Ik ga mijn make-up doen. Ik ga daar een TikTok van maken. En ik had dus ook een pakketje. Ik ga zo meteen een video filmen. Maar ik heb ook nog een pakketje die ik zo aan jullie wil laten zien. Dus ja, helemaal zin in. Maar ik ga in ieder geval even opmaken. En dan zo me omkleden. Oké, de make-up look zit erop. Hoe heet het? Ik heb ook die lipdinges op. Misschien een beetje heftig bij deze look. Maar ik ga eventjes een video opnemen van Shein. Want ik heb er een heel leuk pakket van Shein mogen ontvangen. Maar ik had dus ook een pakket van nog een pakketje gekregen. Dus ik dacht dat ik die gelijk ook maar eventjes doe. Want nu zie ik er nog opgemaakt uit. En even kijken hoor. Want nu ben ik toch nog helemaal opgemaakt. Ik had namelijk een pakket ontvangen van De Keune. Als je het zo uitspreekt. En daarin zit dus haar producten. Zit in een heel leuk doosje. Kijk hoe leuk. Oké, ik ga hem eventjes openmaken. Zo. Oeh, ik ben echt heel benieuwd wat erin zit. Oh, hele mooie verpakking. Echt heel mooi. Zo ziet het eruit. Ja, er zit als eerst zit er een canvastasje in. En er zit dus een nieuwe conditioner en shampoo in. En een soort serum voor in je haar. Dus ik ben echt heel benieuwd. Ik ga dit ook uittesten. Dus dan laat ik jullie nog wel weten wat ik ervan vind. En dan ga ik nu eventjes die video opnemen. En dan ga ik daarna richting IJf. Drukplanning. Zo. Maar in ieder geval een heel leuk pakketje. Nou, ik heb dus net een video opgenomen van Shein. Het is echt top. Er zitten echt alleen maar top items in. Dus ik ben helemaal blij. Even die lamp uitzetten. Ik ga nu heel snel me omkleden. Ik word zo opgehaald. En dan ga ik dus naar IJf toe. In Amsterdam. Maar er zitten echt hele leuke items bij. Ik ben er echt heel blij mee. Dus ik ga me eventjes omkleden. Ik moet nog even een outfit uitzoeken. Ik heb het blouseje aan van Shein. Hij is echt heel leuk. Dus ik denk dat ik die vanavond aanhoud. Mijn broek is wel een beetje groot aan het worden hier aan de voorkant. Maar ja, we moeten het maar even zo houden. Dus ik ga nu even mijn tas inpakken. En nog even mijn haar doen. En dan ga ik. Oké, nou, unboxing. Maar jammer dat niet de helft van de prijs was. Anders had ik ook wel. Ja, dat snap ik. Welke was dit? Jammer. Welke had jij uiteindelijk gedaan? De we hebben hier boontjes. Sojaboontjes. Dan heb je hier wilde. Is dit de blok? Ja, de blok. De crispy volgens mij. Wat viel er? Oh, heel lekker. En met wat is dit? Crispy. Allemaal verschillende crispy dingen. Heel lekker. Dan hebben we stokjes, gember, zin in. Sojasaus. En dan hebben we nog dit. Snap ik? Ik wil naar Dre. Nou, het is de volgende dag. Och, wat zie ik eruit. En we waren dus gisteren uit. Was heel leuk. Ja, ja. Ja, nee, dat is niet. Hey. Hey. En we hebben lekker eten. Oh, het is er allemaal uit. Lekkie. Na deze avond moet ik een beetje. Moet ik de avond. Oké, ik ben weer terug uit Amsterdam. Was echt super gezellig. Ik ben wel echt heel moe. Het is ook echt heel lekker weer buiten. Dus ik ga nu even mijn tas lekker opruimen. En gewoon een beetje chillen eigenlijk. Ik zag wel dat er een pakketje was. Dus daar ga ik zo eventjes naar kijken. En vanavond komt een vriendinnetje en dan gaan we lekker samen eten. Dus dat is ook wel gezellig. En ik wilde eigenlijk nog even mijn nagels doen. Want zo weer 3 weken geleden mijn biap. Ik ga eerst even dit pakketje openmaken. Oh, heel leuk. Het is namelijk een pakketje van John Frieda. En dan krijg je van dat blondere haar. Ik ben heel benieuwd.
Nou, ik heb me weer even omgekleed. Even een beter outfitje. Ik wacht even vriendinnetje en dan gaan we zo samen eten. Dus dat is wel gezellig. En ik heb gewoon een lang jurkje aan. Oké, het is vandaag zondag, de volgende dag. Het was gisteren echt super gezellig. Ik heb alleen niks gefilmd. En ik heb net even gedoucht. Mijn haar is nog een beetje nat. Ik moet het eigenlijk eventjes borstelen, want anders gaat het niet goed. Zo. En vanochtend kwam Ijf dus een pakketje brengen. Want zij heeft dus een eigen webshop. Het is echt heel leuk. Het is echt heel leuk. Dus je moet echt even een kijkje nemen. En ik had daar dus iets besteld. Wat ik vandaag aan ga doen. Hoop ik. Als het past. Maar het is echt heel leuk. Je moet echt even een kijkje nemen. Ik zal het ook even hier linken of in de beschrijving zetten. Helemaal leuk ingepakt. Dit is het kaartje als hij scherp stelt. Zo. Oké. Het is heel leuk ingepakt. Love it. Het is namelijk dus een jumpsuit. Kijk. In deze hele leuke beige kleur. En hij heeft dus zo'n soort rokje met een soort blouseje eraan vast. Ik ga hem gelijk even... Ik ga hem gelijk eventjes passen. Dus dat stop. Oké, ik heb hem nu aangedaan. Ik vind hem echt heel leuk. Ik moet nog eventjes laarzen of zo erbij aandoen. Maar de stof is ook echt super lekker. Zit echt heel lekker. Ik moet eerst even mijn kamer opruimen. Zo, dus dan is het gewoon een jumpsuitje. En het is dus een broekje, dus dat is echt heel chill. Oké, ik was de video aan het editen en ik zag... Ik heb echt letterlijk één dag vlog, maar het was wel een leuk stukje. En ik had nog een shoplog van Naked. Dus ik dacht, hoe leuk is om dat hier eventjes in te laten zien. Hoef ik er niet helemaal een aparte video van te maken. Maar het is gewoon gecombineerd met een stukje vlog. Ik dacht, dat is wel heel erg leuk. Ik heb me nu namelijk klaargemaakt en ik ga vanavond even wat leuks doen. Dus... dacht, dan zie ik er ook nog een beetje oké uit. Ik heb weer een kortingscode voor jullie. Alle linkjes staan in de beschrijving. En ik ga jullie de items laten zien. Ik kan echt niet wachten, want ik heb echt leuke dingen besteld. Als eerst heb ik echt een mega leuke zonnebril. Die ga ik even openmaken. Oké, dit is de zonnebril. En ik vind dit modelletje echt mega leuk. Ik vind dat heel erg leuk staan. En het is gewoon niet te groot. Want de zonnebril die ik nu heb, die is best wel groot. En dit zit er dan net tussen. Dus hier ben ik echt super blij mee. Ik ga hem niet helemaal goed opzetten. Want ik heb echt net mijn make-up gedaan. Anders wordt het lelijk. Maar ook leuk om gewoon je haar te doen. Het is echt gewoon een topzonnebril. En hij lijkt dus een beetje op die Celine bril. En daar heb ik dus die wat grotere versie van. Dus dat is deze. Echt mega leuk. Dus hier ben ik super blij mee. Dan heb ik een lekker fel kleurtje. Namelijk een nieuwe blazer. Ik ga hem even eruit. Oké, normaal zou ik dit niet zo snel bestellen. Maar ik vind blazers echt heel leuk. En ik dacht, waarom bestel ik niet gewoon een keer een blauwe blazer? Dus het is echt een hele mooie blauwe kleur. Ik heb hem in de maatje 36. En het is dus een lange blazer. Dus je zou op zich hem ook met een broekje en dan met lange laars aan kunnen doen. Dat was eigenlijk een beetje mijn idee. Zo ziet hij eruit. Echt mega mooi. En hij heeft dus wel gewoon donkerblauwe knopen. En hij was volgens mij in samenwerking met een andere collectie met... Oh ja, met Romee Strijd. En dat vind ik altijd heel leuk. Hij heeft wel best wel veel schoudervulling. Dus daar moet je wel een beetje rekening mee houden. Maar als ik hem zo voor me hou, denk ik wel dat ik hem als een soort van jurkje kan dragen. Dus dat is echt helemaal top. Dus dat is deze nieuwe blauwe blazer. Ik kan echt niet wachten om deze aan te doen. Oké, ik ben echt verliefd op de blazer. Ik vind de kleur echt prachtig. Je kan hem alleen niet heel goed zien, maar ik zal hem een klein stukje omlaag doen. Ja, ik vind hem gewoon echt heel erg mooi. Hele mooie kleur. De kwaliteit voelt echt super goed aan. Dus dit kan ik ook gewoon naar stage aan doen. Dus dat is wel echt top. Oh ja, dan heb ik nog echt een hele chille broek. Oké, dit is echt mijn favoriete broek. Ik heb hem ook al in het beige en in het zwart. En ik heb de blazer ook in het zwart en ook in het wit. En nu heb ik de broek ook in het wit. Ze noemen dit de twill, volgens mij. Even kijken, de twill suit pants. In maat 38 heb ik hem. En deze broek is echt perfect. En ik dacht, hoe chill is het om ook de witte te hebben. Want dan past die bij mijn blazer. Heel leuk voor in de zomer. En ik heb dus eigenlijk helemaal geen witte broeken. Die echt helemaal wit zijn. Dus dat vind ik wel echt heel erg mooi. Dus ik hoop dat die niet doorschijnt. Dat is natuurlijk wel een beetje een risico met witte broeken. Maar deze broeken zijn echt het allerbeste. Die zwarte draag ik echt dagelijks. En die beige wel wat minder. Maar het is gewoon alsnog echt een hele fijne broek. Maar ja, echt top. Ik ben alleen dus bang dat hij doorschijnt. Maar daar moeten we even naar kijken. Maar dat is dus deze nieuwe witte
broek. En daarbij heb ik dus ook de bijpassende blazer. Dus daar ben ik echt heel blij mee. Oh, om even in wit te blijven. Ik heb ook nog een heel leuk wit topje. Ik heb dit topje dus ook in het zwart. En die vind ik ook echt zo leuk. En toen dacht ik, nou, ik bestel hem ook gewoon in het wit. Oké, ik kan het nu niet zo goed zien, maar het is gewoon een wit topje. En je kan hem dus heel leuk zo voorwikkelen. Dus dan heb je van die touwtjes. En hij heeft dus hele leuke mouwtjes. Van die, ja, wijde mouwtjes. Ziet er echt super leuk uit. En met uitgaan en in de zomer is dit topje echt zo mega leuk. Maar je ziet nu wel dat die broek niet precies wit is, maar dat maakt me op zich niet uit. Maar dit boven spijkerbroek is echt zo leuk. En dat zwarte topje wil ik echt elke week aandoen met uitgaan. Dat doe ik natuurlijk niet, maar je snapt wat ik bedoel. Dus ik ben heel blij dat ik hem nu ook in het wit heb. Met dit is natuurlijk ook de vraag, gaat dit doorschijnen of niet? Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Ook de witte top vind ik echt mega mooi. Je ziet wel, hij schijnt dus een heel klein beetje door. Misschien als ik een huidskleur bij haar doe, niet. En aan de achterkant kan je hem dus heel mooi strikken. Je kan hem ook zo naar voren doen. Maar dat is dus het topje. En kijk hoe leuk deze mouwtjes zijn. Ik heb ook nog een hele mooie body. Ik zag deze al een aantal keer voorbij komen. En ik vond hem echt prachtig. Ik hoop wel dat ik hem in een goede maat heb besteld. Ja. Kijk, het is namelijk deze body. En dan hier is hij gewoon helemaal donker. Maar de rest is hij dus helemaal van kant. En hij is echt prachtig. Dus ik dacht, hoe leuk is dit? En dan met een blazer eroverheen. Wel heel erg sexy, maar wel heel mooi. Dus hier ben ik heel benieuwd naar of die mooi zit. Je kan de bandjes dus verstellen. En ik dacht ook gewoon met een mooie broek. En dan, ja, dat dus. Echt, ik kan niet wachten om hem aan te doen. En deze is ook in de samenwerking met een andere collectie. Ik heb hem dus in een maatje M. Hij ziet er best wel krap uit, maar ik denk dat het wel moet passen. Heel erg mooi. En dat kant heeft dus van die soort van bloemetjes. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit eruit gaat zien. Oké, dit is de body. Ik vind hem echt prachtig. Ik denk niet dat ik hem per se zo zou combineren. Maar even om het goed te laten zien. En ja, ik vind hem gewoon heel erg mooi aansluiten en er mooi uitzien. Dus hier ben ik echt super blij mee. Dan heb ik nog een heel leuk topje. Ook voor uitgaan. En dat is namelijk een satijnen topje. En ik zag deze vorige keer ook op de site en ik vond hem echt prachtig. Het is namelijk zo'n satijnen topje. Ik dacht heel leuk boven gewoon een broek of met uitgaan. Ja, niet heel bijzonder of zo. Deze heb ik in de maatje 36. En ik vind dat satijn altijd heel erg mooi. Hij heeft wel best wel een diepe V. Dus ik moet eventjes kijken hoe dat eruit gaat zien. Maar aan de onderkant heeft hij dus elastiek. Dus dat is wel echt heel erg mooi. Dus dat is dit zwarte blouseje. Oké, dit is het zwarte blouseje. Ik vind hem echt heel erg mooi. Veel mooier dan ik had verwacht. Die V is wel best wel heftig, maar je kan het gewoon zo doen. Je kan dus de mouwtjes zo dicht doen, dan ziet het er zo uit. Maar je kan het ook zo dragen. Vind ik op zich ook wel een leuk effect. Maar hier ben ik echt heel blij mee. Dus misschien doe ik dat vanavond ook wel aan. Echt een heel mooi blouseje. Misschien ga ik het nu wel even gelijk aandoen, want dan kunnen jullie het gelijk zien. Maar ik ben er in ieder geval echt super blij mee. En vergeet zeker geen kijkje in de beschrijving te nemen. En heel erg bedankt voor het kijken.